Stimme. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Het zijn taferelen die je niet zo snel zou verwachten in Nederland rond deze periode. Toch vond in Helden voor de 15e keer alweer een sleehondenrace plaats. De Peel en Maas Challenge. Wij organiseren een internationale sleehondenwedstrijd. Waarbij in verschillende categorieën gelopen wordt. Categorie zijn 200, 400, 600, 800. De graad, er is zelfs een team onderweg geweest met 12. 3, 2, 1, go! Voor deze 15e editie werd er opnieuw gekozen voor een parcours in Bovensbos in Helden. Omdat we ten eerste een heel fijn bos hebben, een gemeente die meewerkt en een boer die meewerkt. Want we doen toch dierensport en soms hebben mensen daar toch wel wat moeite mee. Maar hier, we doen dit al 17 jaar en dat is prima. De honden kunnen niet wachten voordat ze kunnen gaan rennen. Ze hebben er plezier in. En ook voor de deelnemers is het fijn om mee te doen. Zoals voor deze oudste deelnemer uit Duitsland. Hij is 75. Ja. Dat maakt helemaal nog pas. Ze kan niet ownen. Nee, ze kan niet ownen. Nee, nee. Wat is er zo schön aan deze zaken? Ja, dat kan ze zo. Die wettkampfatmosfeer, Leute kennenlernen. Spaß met de honden. Die hebben spaß. Das macht man in Deutschland nicht. Doch, auch, ja, doch. Ich bin überall. Ich bin überall. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ik weet dat ik 30 jaar geleden ooit een keer ben gaan kijken met een sleehondje uit het asiel. En we hadden zoiets van, ja, één hondje is meer dan zat. En toen zei hij me van, kom, reis een keer. Dat was een roggel. Reis een keertje mee op de kar. Ja, dat is prima. 7 maanden later had ik 8 honden. Op een gegeven moment, ja, wij noemen het huskyvirus, sleehondenvirus. Op een gegeven moment word je daarmee aangestoken en dan ben je helaas het haasje, want het kost een hoop geld. En veel tijd. En heel veel tijd, want we trainen zo 2-3 keer in de week. Als je rondkijkt, er staat geen normale auto hier waar honden in zitten. Het zijn allemaal bussen. Dus allemaal op een gegeven moment gewoon, vroeger was het grijs kenteken, gewoon kenteken. Dus allemaal een hele hoop belasting betalen, maar we hebben het ervoor over. Easy. Je ziet dat ze het op zichzelf, ze willen niet gelijk eruit, ze hebben het goed naar hun zin. Dit zijn honden die moeten sowieso bewogen worden. En als je die opsluit in een huisje, denk ik dat die bankstel eraan gaat. Wat is nou zo leuk om dit te doen? De snelheid met de honden. Dat is een hele band dat je ophoudt met je honden. Elke dag of meerdere dagen per week trainen. Zo van die dingen. En zometeen, hoe snel ga je dan? Iets van 20 km per uur gemiddeld. Max snelheid. Mijn honden nu 32. Maar het zijn geen stamboomlijnhonden. Dus je hebt echt werklijnhonden die 35 of 40 kunnen. En daar gaan ook deze sleehonden. Terwijl deze deelnemer zijn laatste meters maakt op het Helderse parcours.